Hallo kijkers en welkom bij weer een nieuw magneetvisavontuur. Voor degenen die nieuw zijn, mijn naam is Dirk. En we hebben gisteren weer een leuk dag gevist. We waren met z'n vijven. Was erg gezellig. Waar hebben we naar gezocht? We zochten specifiek naar Tweede Wereldoorlog materiaal. Dus leuke voorwerpen of restanten daarvan. Daar hadden we huiswerk naar gedaan. En ik moet zeggen, het is gelukt. Ook wil ik nog mededelen, ik zit nu op de 90 abonnees en mij lijkt het een leuk idee om een keer met een van mijn kijkers samen te gaan zoeken. Dus metaaldetectie of magneetvissen. Vind jij dit ook een leuk idee? Reageer dan eventjes hieronder op deze video en abonneer ook als je nog niet geabonneerd bent. En dan ga ik bij de 125 abonnees ga ik iemand uitkiezen. Dan neem ik contact met jou op en dan gaan we samen een keer een leuk dagje zoeken. Voorwaarde is wel dat je dan in Nederland moet wonen, anders moet ik wel heel ver reizen. Maar je bent ook van harte welkom om hierheen te komen. Dus we gaan gauw naar de video, hier komt ie. Yes, we zijn begonnen. Mooie plek, nieuwe locatie. Achter me staan ze al lekker te werpen en te prikken. Kijken. Staat het er niet op? Eerste kogel. Jawel, toch? Ja. Kogel. 25. Ja. Kogel. A50. Ik denk een Nederlandse persoon. Ja, stoep denk ik. Die ging voor je handschoen. Ja. Kijk eens, Sven is bij ons. Kijk. Vorige keer waren we uitgenodigd om te detecten, maar yes. Deze keer ben ik de Dirk uitgenodigd. Dat is de eerste vondst. De eerste kogel. De eerste kogel. Nice. Hopelijk vinden we meer. Yes. Kijk wat ik gevonden heb. De grendel. Hoogstwaarschijnlijk de grendel van een karabijngeweer. Ik heb hem al even schoongemaakt hier zo. Hier komt een stukje hout tevoorschijn. Dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit er een. Thuis even verder schoonmaken. Nice. Locatie 2. Dus we gaan nou eventjes hier verder. Sven is inmiddels naar huis met zijn vrouwtje en zijn dochter. Het was wel even gezellig dat ze erbij waren. En ik heb nog een verrassing. Ik heb het even uitgezocht. Wat ik dacht dat het een grendel was van een hembrug. Dat is dus ook zo. En ik heb er 3 van gevonden. Moet je eens even kijken. 1. 2, 3. Kijk, hier zie je nog dat het een beetje bruin is. Dus ik denk dat hier nog iets van hout heb gezeten. Dus ja. Een Nederlands karabijngeweer. Geinig. Nou, dan gaan we hoor met ons gevonden voorwerp. Dirk gaat lekker fietsen. Nou, dag kleine jongen. Oh, je komt toch weer terug. Hij doet het goed, man. Heerlijk. Kikken. Nou jongens, misschien tot de volgende. Goed, we zijn weer thuis. Ik heb de grendels even op een rijtje gelegd. Het is dus daadwerkelijk afkomstig van een hembrug karabijn. Het zijn twee zijn er hetzelfde en eentje is net even wat anders. Ik zal ze even tonen. Kijk, die twee zijn precies hetzelfde. Die is net even wat anders. Kijk, hier staat een AV in. En aan de andere kant het serienummer. 6843.
Die 4-3 die staat ook weer hier aan het achterkantje. Deze heeft als serienummer 5961. En die 6-1 die staat ook weer hier aan het einde. Zie je het? BV staat hierop. En dan deze. Even kijken. Is nummer 7025. Nou, leuke vondsten. En dan heb ik nog leuke informatie over dit type karabijn. De wapens die bij de artillerieinrichting werden gemaakt stonden bekend als Hembrug geweer, karabijn. Maar officieel is het Mannlieger M95. In 1896 had je al 4 types met dit ontwerp. Want iedere dienst had zo zijn eigen wensen over hoe het geweer eruit zag. Zo had bijvoorbeeld de cavalerie, die droeg het wapen op zijn rug. Dus die wou de wortels aan de zijkant hebben. De koninklijke marechaussee, die had een opklapbare bajonet. Dus dat was ook alweer een andere aanpassing. Dan had je nog de genie en de artillerie. Die hadden ook zo de eigen wens over het wapen. En de compagnie der rijwielen, die had ook, ook weer net een ander model. Of andere aanpassingen. En toen kreeg je in 1917 de Eerste Wereldoorlog. Ja, Nederland bleef uiteraard neutraal. Maar het leger kreeg toch een beetje de zenuwen in december 1917. Toen vroegen ze om een nieuw vernieuwd model van dit karabijn. Toen wouden ze het ook naar één model, één uitvoering brengen. Maar niemand wou daar gehoor aan geven, geen dienst. Die wou toch allemaal daar eigen wapen hebben. Dus er werden er weer 4 nieuwe gemaakt. Dus dan zat je al aan 8. En in 1937 vonden ze het nog nodig dat ze er eentje voor antiluchtdoelen eentje ontwierpen. Dus dat was alweer 9. Dus ja, dat was toch wel bizar dat er zoveel van die karabijnen, van die soorten werden gemaakt. Goed, dat was het zo'n beetje. Vond je dit een leuke video? Laat even een leuke reactie achter. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie snel bij het volgende avontuur.